Goedenavond. Veel leerlingen en docenten van het Antonius College in Bodegraven wisten dat een 13-jarige leerling van die school vermoedelijk seksueel misbruikt werd. Omroep West sprak vandaag met oud-leerlingen en oud-docenten van de school en zij bevestigen dat er meer was dan een normale leraar-leerlingrelatie met wiskundelerares Helene T. En verder, de gemeente Den Haag, die kan fluiten naar het geld rond de pier. Ook heeft horecaconcern Van der Valk bewust aangestuurd op een faillissement, blijkt uit onderzoek van Omroep West. En een slager uit Den Haag. Hij heeft het leven gered van een trouwe klant. Hij kwam opeens niet meer opdagen, die klant, en de slager sloeg alarm en met succes. Dat straks in het nieuws. Nu eerst de misbruikzaak in Bodegraven. Want veel leerlingen en docenten van het Antonius College wisten dat een 13-jarige leerling van de school vermoedelijk seksueel misbruikt werd door de wiskundelerares Helene T. Omroep West sprak vandaag met oud-leerlingen en oud-docenten van de school en zij bevestigen dat er meer was dan een normale leraar-leerlingrelatie. Maar niemand greep in, ondanks alle signalen die er waren. Een half jaar geleden deed het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, aangifte tegen haar oud-lerares Helene T. Ze zou in 2006 en 2007 zo'n 9 maanden lang misbruikt zijn door de vrouw uit Nieuwekerk aan de IJssel. Daarna werd ze door jeugdzorg in het gezin van T geplaatst, omdat ze thuis niet meer terecht kon. Het meisje woonde uiteindelijk 2,5 jaar in het pleeggezin. Pas vorig jaar besloot het slachtoffer aangifte te doen. T werd kort daarna opgepakt. De vrouw werkte toen net op een middelbare school in Rotterdam. T heeft haar inmiddels ontslagen. Het Antonius College in Bodegraven zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het vermeende misbruik. Helene T. kwam eind december vrij. In maart start de rechtszaak tegen haar. Ja, verslaggever Arniek Enthoven, je hebt veel mensen gesproken die toen in Bodegraven op het Antonius College zaten. Wat zeggen zij? Ja, ik heb gesproken met oud-docenten en oud-leerlingen. En zij zeggen eigenlijk allemaal, er was sprake van een andere relatie dan een leraar-leerling-relatie. Er was meer, maar ja, niemand greep in. Ja. Hoe kan het dan dat er niet werd ingegrepen? Want nogmaals, heel veel mensen waren dus min of meer op de hoogte. Ja, ik heb een oud-docent gesproken die zei, ja weet je, ik heb het wel voorgelegd aan Helene T. van hoe zit dat nou tussen jou en die leerling? Ook gevraagd naar hoe het zat dat zij die leerling in huis had genomen. Ja, dat werd afgewimpeld. Er werd ontkennend op geantwoord. Hij heeft dat neergelegd bij mensen van hogere hand, bij de locatiemanager. Dat heeft allemaal geen enkel nut gehad. En pikant daaraan is dat die locatiemanager, hebben wij ontdekt, een relatie had met de verdachte lerares. Dat zou kunnen verklaren waarom er van hogerhand dus een beetje de hand boven het hoofd van de vrouw werd gehouden. Die hebben elkaar uit de wind gehouden, zo gezegd. Ja. Ja. Wat zegt die toenmalige locatiemanager eigenlijk van deze hele kwestie? Nou, we hebben haar vanmiddag geprobeerd te bereiken. Zij was niet beschikbaar voor commentaar. Ze heeft al wel eerder gereageerd op de misbruikzaak in het algemeen. Zegt daarover dat ze er niet van wist. Ook niet wist dat die leerling bij deze lerares in huis woonde. En zij zegt, je hoort als leraar afstand te houden van je leerlingen. Goed, dankjewel Annieke. We blijven natuurlijk deze zaak volop volgen hier bij Omroep West. De gemeente Den Haag kan fluiten naar het geld dat ze investeert in de pier op Scheveningen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West. Ook lijkt het erop dat horecaconcern Van der Valk bewust heeft aangestuurd op een faillissement. Betonrot, een kapotte lift en verrot hout. Onderhoud aan de pier in Scheveningen is hard nodig. Maar Van der Valk zegt daar geen geld voor te hebben. De eerste van een aantal BV's die eigenaar zijn van de pier of zorgen voor de exploitatie is failliet. De tweede wordt volgende week failliet verklaard. Logischerwijs verwacht je nu dat het grote Van der Valk-concern opdraait voor de kosten, maar dat is niet zo. Van der Valk heeft de pier ondergebracht bij verschillende op zichzelf staande BV's. In 2006 heeft Van der Valk een contract ondertekend waardoor ze deels verantwoordelijk was voor eventuele schulden uit de BV's, maar dit contract is in juni 2012 ingetrokken. Daardoor is het moederbedrijf niet meer verantwoordelijk voor de BV's die de pier in hun bezit hebben. Voor die BV's is een faillissement aangevraagd. De eerste is gisteren al failliet verklaard. En daarmee lijkt het er sterk op dat er bewust is aangestuurd op een faillissement. Je kunt niet echt bewijzen dus dat men dat met opzet heeft gedaan. Maar nogmaals, men kent het klappen van de zweep. Men weet hoe het werkt. Van der Valk heeft natuurlijk naar de cijfers gekeken. En gezegd van nou, wij stoppen met die verklaring, met die garantiestelling. Ja, dan weet je
op basis van de jaarstukken die je dan hebt en op basis van de ontwikkelingen, dan weet je natuurlijk dat het afgelopen is met onderneming. Ja. Ja, en waar een bedrijf failliet gaat, blijven altijd schuldeisers achter. En vaak krijgen die het grootste deel van hun geld niet terug. Extra ingewikkeld in het geval van de pier is dat het om een beeldbepalend gebouw van de stad Den Haag gaat, dat ook nog eens veel onderhoud nodig heeft. De gemeente Den Haag wil het hoogst noodzakelijke onderhoud nu gaan doen en verwacht dat Van der Valk de kosten daarvoor uiteindelijk zal betalen. Maar zo werkt het niet, zegt de curator. Ja, die broodjes worden niet gebakken in Nederland. Zo zit het in het recht niet in elkaar. En ik ga dus naar iedereen kijken en ook naar die wethouder. En ook faillissementsdeskundige Blom verwacht niet dat de gemeente snel geld terug zal zien van alles wat nu nog in de pier wordt gestopt. Bij de failliete BV's is niets te halen. Men heeft ongetwijfeld ook gedacht van luister eens, na een faillissement valt ook een pier bijvoorbeeld binnen de faillissementsboedel. En men heeft daar feitelijk in principe niks meer mee te maken en is verder ook vrij van onderhoudslasten, andere soorten van contracten, arbeidscontracten en noem het maar op. Ja, dan blijft nog de vraag over wat er nu met de pier moet gebeuren. Uit eerder onderzoek van Omroep West bleek al dat slopen goedkoper is dan opknappen. Is het dan wel verstandig om geld te steken in de pier als duidelijk is dat niets meer te verhalen is? Een aantal partijen in de gemeenteraad vindt van niet, ook de VVD. Als we nu een kosten maken en de vordering indienen bij, nou, ik denk in eerste instantie de curator, ja, dan zou ik wel eerst willen weten of juridisch dat dan wel een vordering is waar de curator ook nog een oplossing voor zou moeten zoeken. Ja, en gezien de cijfers die nu bekend zijn, lijkt het erop dat het onderhoud wel zo duur is dat eigenlijk een reëel scenario wordt het slopen van de pier. Voor de ondernemers op de pier is dit een moeilijke tijd. Zeg maar de achterstallige onderhoud willen ze niet meer betalen. Ze willen de mensen weg hebben. Ze willen helemaal niets meer met het pand te maken hebben. Klanten denken nu al dat ze dicht zijn. Dat kost klanten, door de week kost het heel veel klanten. En de Haagenezen denken, ja, de pier is dicht, dus we gaan niet meer door de week even een bakje koffie drinken, want de pier is dicht. En dat is totaal niet. De exploitatie is failliet, maar de pier is gewoon open. Wij blijven gewoon doorgaan. Het pannenkoekenrestaurant Van Rogh en alle andere winkels zijn gewoon nog open. Van der Valk ontkent ten stelligste dat er bewust is aangestuurd op een faillissement. De gemeente Den Haag laat weten dat ze doorgaat met het opknappen van de pier vanwege de veiligheid. En ook blijft ze proberen de kosten te verhalen. Meer hierover op onze website. En dan kort nieuws van vandaag. Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Jan Fransen, stopt ermee aan het einde van dit jaar. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt in zijn nieuwjaarsspeech. Na 13 jaar is het tijd voor iets anders, zegt Fransen. Wat hij precies gaat doen, dat weet hij nog niet. De VVD'er volgde in 2000 Johan Leemhuis Stout op. Het medisch centrum Haaglanden had 71 grootverdieners in dienst in 2011. Dat blijkt uit een rapport van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het medisch centrum had tientallen bestuursleden en medisch specialisten op de loonlijst die meer verdienden dan de balken en de norm. 30% meer dan een ministersalaris. Eén bestuurder kreeg ruim 3 ton. Bestuurders in de semi-publieke sector mogen sinds dit jaar niet meer dan €193.000 verdienen. Er komen 2 nieuwe stations op de spoorlijn tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. De benodigde overeenkomsten tussen de provincies en gemeentes liggen klaar om getekend te worden. De stations gaan Hazerswoude-Koudekerk en Zoeterwoude-Meerburg heten. Dat de stations er zouden komen was al langer bekend, maar nu is zeker dat de 2 extra treinhalters er in 2018 liggen. Zodra de stations klaar zijn, moeten er tussen Leiden, Alphen en Utrecht ook meer treinen gaan rijden. Goed, deze onderwerpen en ook al ons andere nieuws ziet u natuurlijk terug op onze website omroepwest.nl. Maar nawal is natuurlijk veel meer in TV West vandaag. Jazeker, Menno. We hebben vandaag Jelle de Jong te gast. En hij eet alleen maar rauwe groenten en fruit. En een documentaire over een jongetje dat ook alleen maar rauwe dingen eet. Het deed een tijdje geleden veel stof opwaaien. Hoe denkt Jelle erover en waarom eet hij eigenlijk alleen maar rauw? We horen het straks. En we zien ADO op trainingskamp. Dat zometeen. Eerst het weer met Huub Mizee. Ja, u heeft vast al kunnen horen en zien dat we de komende tijd met koude weer te maken krijgen. Maar dat is nog niet direct, want morgen ziet het er nog heel redelijk uit wat dat betreft. Grotendeels droog, wat zon, een westenwind, die is zwak tot matig en zo'n 7, 8 graden. En wanneer die vorst dan wel komt en hoe lang die eventueel kan duren, dat vertel ik in het langere weerbericht.
Dankjewel, Huub. Iets heel anders nu. Slager redt klant. Dat is een kop die je niet snel zal tegenkomen in het nieuws. Maar nu wel, want Chris Houtman uit Den Haag, die een vaste klant al een paar dagen miste, ging maar eens kijken. Riep er zelfs de politie bij en trof zijn klant aan met een herseninfarct. Chris Houtman is helemaal geen held. Hij is gewoon al 100 jaar buurtslager met hart voor zijn zaak en voor zijn klanten. Ook voor Karl Nuller, die elke dag een bakkie kwam doen. Tot Oudejaarsdag. Na één dag geen Karl ging Chris maar eens bellen. Vrijdag nog eens proberen. Op zaterdag hield Chris het niet meer. Kloppen, bellen, niemand thuis. Pietje kwam inderdaad gelijk eraan. Achterom geprobeerd om binnen te komen bij hem. Dat lukte niet. Slotenmaker gebeld, zijn cilinder eruit geboord en naar binnen gegaan. En inderdaad, Karl op de grond. Achteraf bleek een zware herseninfarct. Ja. En dat was schrikken. Dat was heel erg schrik. Ja, ja. Ik kom hier maar één keer in de week. Ik werk hier natuurlijk vlakbij. En als ik een keer hier geweest ben, dan vragen ze ook: wat is er? Ben je ziek geweest? Of wat dan ook. Ja. Heel begaan met haar mensen. Hoe is het met hem nu? Nou, het is nog kritiek met hem. Hij is aan de ene kant verlamd het gaat bijna niet. En als u hem nou niet had gevonden? Ik denk dat hij overleden was. Ja. Hij is een held. Geweldig. Ja, heel fijn. Geweldig. Het overvalt me allemaal wat nu gebeurt, maar ik vind het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend dat we elkaar een klein beetje. Ik zeg, een telefoontje kost niks. En als iedereen er nou zo over denkt, dan komt het allemaal wel goed. Ja. Ja. Inmiddels ligt onze studio vol met groente en fruit. Het zijn de boodschappen van Jelle de Jong. Die is vandaag bij ons in de studio te gast. En dit is zijn eten voor een beetje een hele week. We hebben natuurlijk nog veel meer achter liggen. Maar al deze groenten gaan niet de pan in. Want Jelle is namelijk rauw veganistisch. Oftewel, hij eet alleen maar rauw. Welkom Jelle. Kun je even kort uitleggen wat dat precies betekent? Rauw veganisme? Veganistisch is het dat je geen dierproducten gebruikt en ook geen dierproducten eet. En rauw houdt dus in dat je voedsel niet kookt. Oké, maar dierlijk, dat betekent dat je ook geen melk drinkt? Ja, geen melkproducten. Ja. Ja, je bent er nog niet zo heel lang mee bezig, 2 jaar ongeveer. Waarom ben je daar nou ooit mee begonnen? 2 jaar geleden ben ik begonnen met mijn gezondheid weer in orde kopen, hardlopen. En toen kwam ik een blog tegen op het internet. En daar stond in beschreven wat het precies was. En toen dacht ik van, nou, wat is dit nou voor gekheid? En toen ben ik het gaan onderzoeken. En ik kon het eigenlijk niet weer leggen. En toen ben ik het gewoon gaan proberen. En dat heeft enkel maar voordelen gehad. Dus ik ben het blijven doen. Dus van een week naar een maand, naar een half jaar. En dan nu ondertussen bijna 2 jaar. Ja. En dan ook in één keer geen vlees of vis meer eten? Ja, ik ben inderdaad in één keer overgestapt bijna naar een dierlijk dieet. En kom met af en toe nog met sociale evenementen, nog wel met uit eten. Maar dat is ook afgelopen jaar ook niet meer gebeurd. Ja. Nu, onlangs hebben we een documentaire kunnen zien op televisie, Rauwer. Die deed veel stof doen opwaaien. Het gaat over Tom, een 15-jarige jongen, die door zijn moeder gestimuleerd wordt om rauw te eten. Vlees en zuivel is niet goed voor onze gezondheid. Sigaretten zijn schadelijk voor onze gezondheid. Heroïne is schadelijk voor onze gezondheid. Zeg ik dan tegen mijn kind van, wil jij dat zo graag? Doe maar. Oké, sta je goed stil? Zijn groeicurve kun je vergelijken met een kind wat ernstig ondervoed in Afrika woont. Ja, heb je die documentaire gezien? Ja, nee, ik heb hem gezien, ja. Wat vond je ervan? Er waren positieve reacties en ook heel veel negatieve reacties. En over de negatieve reacties heb ik me ook wel een beetje verbaasd over. Want het is gewoon groente en fruit en er is op zich niks mis mee. Ja. Maar geloof je dan, want zo'n arts zegt, Tom is vergelijkt ze eigenlijk met een ondervoed Afrikaans kindje. Ja, ik weet niet precies wat Tom precies eet, maar ik ken persoonlijk ook veel andere mensen en kinderen die dit al vanaf hun geboorte enkel en alleen maar doen. En dat zijn gewoon de meest gezonde mensen die ik ken. En heb ik ook geen enkel negatieve ding ervaren. Nee. En als je het gewoon goed doet en je gewoon je verstand blijft gebruiken, dan is er niks mis mee. Ja. Want laat je jezelf bijvoorbeeld testen of je lichaam daar gezond op reageert? Ik heb vorig jaar wel een keer een bloedtest gedaan. Maar de bloedtests in Nederland die zijn heel beperkt vergeleken met in het buitenland. Maar ik doe af en toe een B12-test en een vitamine D3. En dat zit allemaal in orde. Ja, dat krijg je allemaal uit deze producten, haal je dat? Ja, nou, vitamine D3 van de zon. En, van de zon, ja. En wat doet het verder met je lichaam? Alleen rauw eten? Nou, je krijgt er heel veel energie mee. Je zit heel lekker in je vel. Je persoonlijke hygiëne is heel goed. Wat bedoel je met persoonlijke hygiëne?
Nou, je hoeft, ja, alles gaat voelt fris aan. Als je heel veel dierproducten eet, dan krijg je er toch een geur van. Ook heel veel kruiden die je gebruikt. En als je dat allemaal uit je dieet haalt, dan heb je eigenlijk minimale lichaamsgeuren. En ook, ja, dat dus geen parfum of deodorant voor jou? Ja, die heb ik inderdaad ook, ben ik ook mee gestopt het afgelopen jaar. En vieze windjes? Laten we allemaal wel eens, toch? Zo goed als niks. Als je, ook als, niet, als helemaal. Als je voedsel gewoon goed verteert, dan heb je op zich nergens last van. Nee. Laten we nog even naar een fragment uit Rauwer kijken. Hoe zou jij het vinden als ze mij zouden dwingen om jou wat gekookt eten te geven? Als er niets verandert, dan levert Tom zeker 10 tot 14 centimeter in op zijn uiteindelijke lengte. Dat is heftig, hè? Ja, nee, dat wordt heel heftig overgebracht, inderdaad. Overgebracht? Ja. Ik weet niet wat Tom precies eet, maar die dokter zal inderdaad wel gelijk hebben met, als je het vergelijkt naar de World Health Organization studies. Maar ja, zoals ik zei, ik ken heel veel mensen die dit dus ook al vanaf hun geboorte doen. Ja. Wat zou je zelf doen? Want je hebt geen kind? Ja, ik heb geen kinderen. Dus wat zou je zelf doen? Ja, ik zie geen enkel wetenschappelijk bewijs om dat niet te doen. En ook de ervaringen met andere mensen die dat wel doen, die zijn ook allemaal positief. Dus ik zou niet weten waarom het niet zo zou moeten. Ja, nu zagen we dat de moeder van Tom, die heeft hem ook van school gehaald. Hij eet alleen nog maar, of gaat alleen maar om met zijn vriendinnetje die hij heeft. Ja, je zou kunnen denken dat je ook in een soort sociaal isolement raakt. Met dit dieet. Geen kinderfeestjes bijvoorbeeld? Of? Ja, ik weet niet precies hoe dat met Tom precies gaat, maar ik ga het niet uit de weg, om het zo maar te zeggen. En ja, je pas je gewoon aan en je neemt af en toe wat mee of je vraagt gewoon of ze rekening ergens mee wil houden. Maar ik heb er geen problemen mee gehad. Je hebt een leuk sociaal leven? Ja, in principe prima. Met alleen mensen die ook veganistisch zijn? Ook heel veel vrienden inderdaad die hetzelfde doet. Dus dat is ook weer een, komt de andere kant, misschien verlies je een paar vrienden en dan krijg je er ook weer andere mensen weer bij. Ja. Goed. Oké, Jelle, dankjewel voor je komst naar de studio. Eet smakelijk vanavond. Dan gaan we naar... Wil je trouwens meer weten over de rauwveganistische levensstijl? Kijk dan op onze website, omroepwest.nl. En dan gaan we naar sport. ADO Den Haag bereidt zich in Spanje voor op de tweede seizoenshelft. En terwijl hier de temperaturen gaan zakken naar winterse omstandigheden, trainen de ADO-voetballers lekker in de Spaanse zon. En ook onze ADO-watcher Herman Nanninga heeft weinig reden tot klagen. Het is alweer dag 4 van het trainingskamp van ADO Den Haag hier in Spanje. Ja, daar zit je dan onder de Spaanse zon. Prachtig strandje, heerlijke zee. Maar voor de spelers van ADO Den Haag is dit natuurlijk verboden gebied. Geen tijd om te relaxen. Er moet keihard gewerkt worden om fit en scherp te beginnen aan die tweede seizoenshelft. Geldt trouwens niet alleen voor de spelers. Ook alle mensen eromheen hebben het druk, hebben het zwaar en moeten hard werken. Bijvoorbeeld de fysio's Dino Núñez en Edwin Corret. Goedemiddag, hier ben je bij de medische ruimte van ADO Den Haag. Hier wordt nu onze aanvoerder geholpen. Nou, het eerste stukje van de behandeling is een makkie voor de fysio. Aangesloten op een apparaat dat een lichaamseigen stroompje geeft, waardoor de zwelling van zijn enkel weer minder wordt. En dadelijk ga ik zijn enkel weer mobiel maken. Nou, dit is de materiaalkamer. Zoals je ziet bij de tafel hebben ze zeg maar alles benummerd. En dan leggen ze de nummers bij de juiste vakjes zo te zien. Hoeveel kisten hebben jullie bij je? Ik dacht 3 kisten en 4-5 van de reistassen. Ja, Edwin Corret en Dino Núñez hebben het niet al te druk voor wat betreft geblesseerde spelers. Raido Poupon was vandaag een beetje ziekjes, een beetje snotterig, een beetje keelpijn en een beetje grieperig. Voor de rest alles hier onder controle. Goed nieuws dus uit Spanje. Geldt ook voor het weer. Vandaag een graadje of 19 volop zon. En eigenlijk wordt hetzelfde weer voor morgen ook verwacht. Adios. Dos cervezas. Ja, fijn dat je ons even jaloers maakt, Herman. Gaan we nog even terug naar het belangrijkste nieuws van vandaag, Benno. Ja, Nawal. Veel leerlingen en docenten van het Antonius College in Bodegraven wisten dat een 13-jarige leerling van de school vermoedelijk seksueel misbruikt werd. Omroep West sprak vandaag met oud-leerlingen en oud-docenten van de school en zij bevestigen dat er meer was dan een normale leraar-leerlingrelatie met wiskundelerares Helene T. En de gemeente Den Haag die kan fluiten naar het geld rond de pier. Ook heeft het horecaconcern Van der Valk bewust aangestuurd op een faillissement. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West. En nog een mooi verhaal van een slager uit Den Haag. Die redde het leven van een trouwe klant. Hij kwam ineens niet meer opdagen, die klant. De slager sloeg alarm en met succes.
Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl. En wij zijn er morgenmiddag weer vanaf 5:30 met een nieuwe TV West Vandaag. Graag tot dan. Maak er een mooie avond van.